Heel goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Alexander Savanelli. Ik ben een leraar, muzikant en acteur van beroep. Tot nu toe heb ik een intense acteercarrière hier in België, Frankrijk en Duitsland gehad. Enkele maanden geleden begon ik samen te werken met mijn collega's van het communicatieteam van de Skyworld Community. En we doen ons best om deze technologie verder te populariseren. Beste vrienden, vandaag hebben we de nieuwe applicatie voor onze webinars geïntroduceerd. En ik wil mij bij voorbaat verontschuldigen als een technische, klein technische afwijkingen zou plaatsvinden. Dus ik zou huidige webinar willen starten, niet zoals gewoonlijk met de presentatie van Unitsky Stream Technology, maar met een groot nieuws voor ons bedrijf. Vaak zeggen wij tegen elkaar dat er soms beter is één keer te zien als 100 keer gehoord te hebben, zoals zegt het Russische spreekwoord. Ja, inderdaad, in de afgelopen weken, ons bedrijf heeft heel regelmatig via YouTube en andere sociale media's te zien is geweest over de hele wereld. Dat betekent dat U-Sky Transport technologie over de hele wereld wordt gevraagd, dat zij interessant is, niet alleen voor de mensen, maar ook voor de bedrijven en de landen. Deze technologie biedt namelijk een oplossing voor de belangrijkste problemen van onze tijd, namelijk de verkeersdrukte en wat nog belangrijker is, U-Sky Transport oplossingen zijn veel goedkoper, veiliger en economischer dan traditionele transportoplossingen om te implementeren. Dus in deze post heb ik geprobeerd om een aantal video's te verzamelen van de verschillende nieuwsagentschappen over de hele wereld, zoals CBS, NBC, Fox, ABC, NTV, Deutschland, Frans, De en verder. Nu wil ik graag meneer editor Juro Sen van Sky News Australia voorstellen. Hij heeft namelijk gezegd, het beta-versie is al operationeel in de Verenigde Arabische Emiraten. Beste vrienden, let alsjeblieft op het scherm en in een paar minuten zal ik de onderwerp kort vertalen en zullen wij ons webinar voor verder voortzetten. Ja, beste mensen, even wachten. De slechte verbinding met internet van Sandro Savanelli. En hij zal opnieuw zijn computer te starten. Even wachten. Dank u.
Beste mensen, nog een keer mijn verontschuldigingen voor ongemak. Zoals heb ik gezegd, wij hebben dat eerste keer vandaag die applicatie geïntroduceerd en er zijn sommige technische afwijkingen plaatsvinden. Dus wij doen verder. Zoals die Image Matrix Text Editor Jurosen vertelde aan het Sky News Australia, het beta-versie is al operationeel in de Verenigde Arabische Emiraten. En een nieuwe vorm van vervoer kan deze congestie in steden helpen verlichten door het gebruik te maken van high-tech poort die aan de kabel zijn opgehangen. Het Wit-Russische bedrijf Usky is momenteel aan het testen. Hij heeft een bijgevoegd dat die high-tech poorts zien er aan de binnen en die als business class wagens. Ze kunnen tot 150 km per uur rijden en in tegenstelling tot de traditionele kabelbanen, het is mogelijk om meerdere machines tegelijkertijd operationeel te maken. Verder, 6 jaar geleden in juli 2015 begon de bouw van de grootste ecotechnopark in Marina Gorka in Wit-Rusland. Voorheen was hier een groot tank die geheel met dieselolie gevuld was. Nu staat er niet alleen de innovatief centrum in plaats van bomen en struiken, maar er groeien ook de tuinen, lanen en bosjes. Heer Anatoly Junitsky heeft tijdens de bouw van de volgende speech gehouden. Laten we deze woorden in herinnering brengen. Ons project heeft gezegd, hij heet Eco Technopark en eco komt als eerste woord. Het gaat om het herstel van het milieu en opnieuw in een betere bodem en betere tuinen tot leven te brengen, want die ons schoon voedsel zullen geven. En de luchtwegen zullen veilig zijn, ze zullen de grot of de tuinen niet verwoesten, ze zullen geen levende wezens doden, omdat die boven de grond vliegen, de oppervlakte waarop die leven niet bereiken. Dus, 6 jaar voor, wat is 6 jaar voor de ontwikkeling? Is dat genoeg of niet genoeg? Uiteraard, als men zich om de ongefundeerde beloftjes van sommige vrienden van ons bedrijf herinnert, die is echt alleen maar op het hun eigen welzijn dachten, zou ik graag zien dat die dingen sneller gaan gebeuren. Maar aangezien de omvang van de taak en de resultaten die ons de korte tijd zijn bereikt bij de uitvoering van het wereldomvattend project, als in de toekomstige vervoer, zeggen wij duidelijk met een gerust in de hart, dat is er maar een 6 jaar geleden en feliciteren iedereen met een mijlpaal. Op 18 september 2021 zal de vierde internationale wetenschappelijke en technische conferentie Rocketless Industrialization of Deep Space plaatsvinden. De wetenschappers en onderzoekers uit de vakgebieden engineering, ecologie, biologie, sociale, economische en politieke wetenschappen zullen bijeenkomen die met actieve ontwikkeling van de diepe ruimte bijdragen. Het zal plaatsvinden in Marina Gorka, dat is 60 kilometer van Minsk, op het grondgebied van Eco Technopark. De officiële middelen van Ecomit programma zijn het milieu, sociale, demografische, humanitaire en andere wereldproblemen van de mensheid op te lossen door de gedeelte van de aardse industrie dat risico inhoudt voor het milieu over te brengen naar de ruimte. De organisatoren zijn de Astro Engineering Technologies en Junitsky String Technologies. Wetenschappelijke partners zijn de Wit-Russische Staatsuniversiteit voor Verhuur. De auteur, de Anatoly Junitsky, zal informatie presenteren over de technologieën die nodig zijn voor een complexe oplossing van de ecologische problemen van onze planeet. Het overleven in de gedeeltelijke ontwikkeling van de mensheid. Vertegenwoordigers van Wit-Rusland, Oekraïne, Rusland, Groot-Brittannië, Canada, Verenigde Staten, Arabische Emiraten, Saudi-Arabië,
zullen aan dit evenement deelnemen. Het lijkt erop dat in de media van het Midden-Oosten de Unitsky String Technology in ons project blijft het onderwerp nummer 1. In Golf News is er een artikel verschenen van de hand van heer Angel Tesorero. Dat is een senior verslaggever van de populairste nu verkoopspunt met een titel Sharjah wil de eerste staat worden met een hoge snelheidsmodule in de lucht. Dat handelt over de ontwikkeling van een passagiers- en vrachtwagensysteem op basis van drinktransporttechnologie. Uiteraard bleef het testen van de hangende transportsystemen in onderzoekstechnologie en innovatiepark niet onopgemerkt. Vervolgens laat de auteur de lezer kennismaken met de verschillen tussen de hangende vervoerssystemen van de traditionele kabelbaan of luchtraams en beschrijft een stringtransport en de rollend materiaal. In een interview met de Golf News zei de directeur van Sharjah en Research Technology Park, heer Hussein Mohammed Al-Mahmoudi, de volgende. Wij hopen dat deze technologie te kunnen in de toekomst commercialiseren in een van de meest succesvolle regio's van te maken. De U-Sky Transport test momenteel verschillende passagiers- en goederentreinen. Hij voegde eraan toe dat er verschillende opties en locaties zijn voor de invoering van een nieuw type vervoerssysteem als onderdeel van een alomvattend plan om Sharjah als een duurzame en futuristische staat om te vormen. We zijn ons allemaal bewust van de uitdagingen in verband met de verkeersstoppingen en mobiliteit. Wij geloven dat het U-Sky-project zal bijdragen aan de mobiliteits- en infrastructuurstrategie van Sharjah. Verder gaat de auteur op een kenmerken op het rollend materiaal, waarbij hij meer in detail ingaat op de prioritaire vrachtauto die containers van 20 en 40 voet met een gewicht tot 50 ton kan vervoeren met een snelheid van 36 km per uur, die kunnen worden geladen en geloosd met een portbrugkraan of een reach steker. Op 6 juni bezocht de journalist van de Engelstalige publicatie The National, heer Andy Scott, voor de tweede keer een experimentele centrum van Skyworld Community in Sharjah en bereidde materiaal over de ontwikkeling van de hoge snelheidstransport in de Emiraten, gebaseerd op het resultaat op zijn bezoek. Hij schreef in bijzonder, de Skyworld Community had de grote belangstelling van over de hele wereld, maar vooral die in de Emiraten, met enkele toonaangevende ontwikkelaars. Het is alternatieve vervoerssysteem, biedt de veiligheid, comfort en betaalbaarheid. Het eerste commerciële project zal in september 2023 in Verenigde Emiraten beschikbaar zijn en die bouw zal binnenkort beginnen. Het verhoogde systeem werd in Minsk ontworpen door het bedrijf van heer Anatoly Yunitsky, een wetenschapper en lid van de Cosmonautencentrum in het Russische Federatie. En de vrachtversie zou containers van 12 meter hoge snelheid kunnen afleveren, zodat die zware vrachtwagens kunnen worden verwijderd. Punten op het netwerk van de hangende staalkabel zouden dienst doen als woonruimte of kantoor, allemaal verbonden door een staalkabel met een hoge sterkte. De cabines bewegen onafhankelijk in plaats van het conventionele katrolsysteem met een kabelbaan dat de snelheid ervan tot 15 km per uur beperkt is. Volgens het bedrijf maakt deze technologie hoge snelheidsverkeer tussen de steden mogelijk tegen een fractie van de kosten van andere reguliere vervoerssystemen minder dan $200 per meter. Het bedrijf heeft 600 ingenieurs die een testlocatie in Wit-Rusland in een ecotechnopark van Marina Gorka exploiteren, waar 5 andere 800 meter lange banen in de werking zijn. Een langere testbaan in Sharjah zal 2,4 lang kilometer zijn met een 8 uit elkaar geplaatste stalen ondertussen
Ondertussen heb je betonstructuren die elk uiteinde verankeren. De kosten van aanleg hangen grotendeels van de grond en de potentiële passagiersstroom op het afgewerkt netwerk. Verder heeft Andy Scott bevestigd dat een passagierslijn waarschijnlijk eerder zal worden aangelegd dan in de goederendienst. Dit geeft ons een voordeel om te concurreren met andere vervoerssystemen, omdat het financieel haalbaar zal zijn, heeft hij gezegd. De Emiraten in onze basis en het is meest veelbelovende land voor onze technologie en we hebben veel steun in Sharjah. Dit is niet zomaar een vervoerssysteem, maar een milieuvriendelijke oplossing voor de wereld die toch een overbelast is door het verkeer. Die ecologische voetafdruk van de pots is ook kleiner dan de gewone treinreiziger, aangezien de elektrische reservebatterijen gedeeltelijk worden gevoegd door de hernieuwbare energie. Haalbaarheidsstudies over de kosten van het vervoer van goederen en een netwerk zijn geraamd op een $1 per 100 ton voor elke afgelegde kilometer. Op 21 april hield de hoofd van de regio en de algemene directeur, meneer El Mahmoudi, die eerste internationale webinar waarin de Unitsky String Technology aangekondigde. Hij zei ook in bijzonder hier die enkele schitterende voorbeelden van onze technologieën die wij hier in Sharjah ontwikkeld hebben. We zijn zeer trots dat wij het grootste innovatiecentrum voor vervoer en logistiek ter wereld hebben. We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van technologieën en de volgende generatie die in het hele Midden-Oosten en deze regio gepromoot zullen worden. Dankzij met onze samenwerking met Unitsky String Technology hebben wij afgelopen jaar een Eco House gebouwd. Dat is een van onze belangrijkste verwijzenlijkingen. Wij werken heel nauw samen met de belangrijkste hoofdgebieden. Commercialisering, ondernemerschap, wetenschappelijke ontwikkeling en werkgelegenheid. We zijn overtuigd dat eerst en vooral moeten wij de innovatie en de menselijke kapitaal ontwikkelen om die sterke band op te bouwen met de universitaire wereld en academische instellingen. Al deze voordelen hebben een impact op het milieu, uiteraard. Aangezien dat in commerciële gebouwen gemiddeld 30% van de energie wordt verspild, kan de toepassingen bij IT-technologieën die energiegebruik optimaliseren. Een klare voorbeeld daarvoor is onze bedrijf die geen uitstoot heeft en voert uit de grote besparingen en operationele kosten voor de toekomstige vervoerstechnologieën. Verder heeft Alexei Savin, die algemene directeur van SW Plant Ltd., dat is een bedrijf die met UST Technology apparatuur vervaardigt, zei vervolgens in een interview, wij proberen de productie uit te rusten met een modernste apparatuur. We volgen de wereldnieuwigheden en bezoeken tentoonstellingen. Alhoewel sommige landen zijn dicht en tentoonstellingen wegens de pandemie zijn spijtig genoeg afgelast, proberen we toch een vooruitgang van de technologie en de verwerkingsapparatuur online of offline te volgen. Wij hebben deskundigheid op het gebied van lassen, metaalsnijden, lasersnijden, metaalbewerkingen, verwaardiging met de kunststofonderdelen, elektrische aandrijvingen, batterijen, opvormers en gietenbanden, polymerproducten. Er zijn 6 bewerkingscentra's bij de productie die geen analoog in Wit-Rusland heeft. Daarnaast beschikken wij over de 3D-printers waarop de onderdelen voor het interieur en exterieur van het transport deels vervaardigen. De uitvinder van deze verbazingwekkend succesvolle project, zoals heb ik vroeger ook gezegd, is een ingenieur Anatoly Yunitsky. Het kostte hem 40 jaar hard werken om deze technologie voor onze gemeenschap te creëren en verder te ontwikkelen. In de afgelopen 2 jaar heeft een Skyworld community deze technologie gebruikt, testtrajecten en start- en vrachtwagens aangelegd
en de proeftrajecten en certificering uitgevoerd. Daarom heeft meneer Junitsky zijn blik tot het Midden-Oosten gericht, waar onze producten geografisch uitgebreid is. Vroeger bijvoorbeeld hebben we blokken en componenten apart ontworpen en wanneer we dan samenstelden, pasten ze qua vorm en afmetingen dikwijls niet bij elkaar. Maar zodra zijn we de overgeschakeld op het zogenaamde 3D-platform, waren deze problemen volledig opgelost, want het werd mogelijk de gehele levenscyclus van de technologie te volgen, van de schetsen, werktechnieken tot de productie en de bediening. Momenteel is een 3D-platform het enige instrument dat die dergelijke aanpak mogelijk maakt. Het Junitsky String Technology omvat de volgende maatregelen om ongevallen te voorkomen en te elimineren. Bijvoorbeeld het gebruik van onbrandbare materialen in de passagiersmodule en de beschikbaarheid van de noodventilatie en bij de nooduitgangen. En het belangrijkste element van de veiligheid van Junitsky String Technology zijn die de technische oplossingen die bijdragen tot het verhogen van de veiligheid van rijdend vervoer. Deze oplossingen opvatten het volgende. Het systeem tegen ontsporing dat bestaat uit 3 elkaar overslapte subsystemen. Deze duplicatie vermindert het risico van het ongeval als een en de subsystemen buiten werking raakt. Het remsysteem met een primair circuit en de backup circuit. Het bestaat ook het zogenaamde noodcircuit en dat levert tenminste 50% van de maximale remkracht van het bedrijfssysteem. Dus nu wil ik heel kort, kort uitleggen hoe werkt eigenlijk onze string transport. Laten we enkele voorbeelden bekijken. De voertuigen zijn gemaakt van heel zeer licht en polycarbonaat, uitgerust met elektrisch motor, die ook heel ultralicht is. Het gebruikt zonnepanelen, windenergie, maar ook gewone elektriciteit om te draaien. De verplaatsing wordt vergemakkelijkt door staalkabels met een hoogte sterke, zelfs een zeer hoge en onheven grond. Dit kan worden vergeleken met een snaar met een gitaar die heel vast zit. De stringtransport is een revolutionair systeem waarin een groot aantal mensen, maar ook een vracht en superveilige en efficiënte manier kan worden vervoerd. Het is een zeer interessant transportmiddel voor de lokale als ook in internationale logistiek. Ik wil nogmaals bevestigen dat deze technologie zeer succesvol kan worden toegepast worden in hoge berggebieden zoals Zwitserland, zoals zuid van Frankrijk, zuid- en Oostenrijk, maar in een laagvlakte zoals in België en Nederland. De innovatie van SkyWorld Community ligt in de ontwerpkenmerken van de spoorstructuren en de automatische besturingen gebaseerd op een zogenaamde kunstmatige intelligentie. De totale engineeringoplossing van het bedrijf verlagen de bouw- en exploitatiekosten van het transportsysteem met meer dan een derde in vergelijking met de conventionele monorail, het helft in vergelijking met een spoorweg en 5 keer minder in vergelijking met een gewone autosnelweg. Deze technologie heeft een heel groot potentieel. De infrastructuur van de steden kan immers volledig worden omgevormd in de zogenaamde lineaire stedelijke infrastructuur. Bovendien is dit systeem zeer milieuvriendelijk en maakt het veel schonere steden mogelijk om te leven als we vandaag hebben, dankzij de sterkte van de staaldraden die door de hooggekwalificeerde ingenieurs zijn ontworpen, is geen sprake om het leven van de passagiers in gevaar te brengen, dankzij een intelligent controlsysteem dat speciaal voor dit voertuig is ontworpen, hebben zich tijdens de testrit tot nu toe geen ongevallen voorgegaan. Die voertuigen zijn zeer flexibel. Ze kunnen zich onder de alle omstandigheden vrij bewegen. Die zijn zeer hittebestendig, kunnen over het water, over de rotsschalige wegen en veroorzaken nooit verkeersstoppingen. Dat is alles komt
door die voertuig die zich op het oppervlak beweegt dankzij die automatische besturing. Die windmolens en zonnepanelen worden gebruikt om energie op te wekken. Superefficiënte elektromotoren verbruiken een minimale hoeveelheid van energie, wat aanzienlijke besparing mogelijk maakt. De unieke voordelen van dit transportsysteem, ontwikkeld door Unisci String Technology, maken het mogelijk om geïntegreerd gebruik te maken van de geavanceerde vervoereenheid op het gebied van elektrisch, snel en milieuvriendelijk vervoer. Naast de commerciële voordelen zijn de meerlagige engineeringsoplossingen van het bedrijf in het regio gericht op de 3 industriële doelstellingen. Dus stelt u voor, ten eerste maken wij de toename van het goederen- en personenverkeer in bestaande steden mogelijk zonder de bestaande infrastructuur wordt aangetast. Ten tweede maken wij het mogelijk de goederenstroom tussen een moeilijk bereikbare productiegebieden zoals industriële centra's, afgelegen verkoopknooppunten zoals de luchthavens, logistieke centra's enzovoort, te verbinden en te optimaliseren zonder extra terminals te bouwen. En ten derde biedt de oplossing van het bedrijf een milieuvriendelijke transportverbinding zonder vervulling van het minimum aan lawaai voor de regio's met de hoge milieueisen waar de industriële impact op het milieu verboden of beperkt is. Dames en heren, nu wil ik de verschillende modellen van ons bedrijf heel kort voorstellen. We beginnen met onze leider, onze hoge snelheidsvoertuig U4-362, die met snelheid tot 500 km per uur de passagiers kan vervoeren op het viaduct en op het vakwerk. Hij wordt aangedreven door een elektrische tractiemotor. Die wordt gevoerd door een contactcircuit, door een engineering opslagsysteem aan boord. En dit wordt gebruikt als onderdeel van de vervoers- en infrastructuurcomplexen op het vervoersverbindingen op het intercity en internationale routes tot stand te brengen. De cabine heeft 6 zitplaatsen uitgerust met entertaining systeem voor de passagiers. Die carrosserie heeft een apart compartiment voor de bagage. Volgende model noemt voertuig Unitrak U431 en het is ontworpen voor het vervoer van de bulkgoederen, gevaarlijke vloeistoffen, bederfelijke waren en stukgoederen. Hij wordt aangedreven door een tractiemotor en die wordt gevoerd door een contactcircuit op het energieopslagsysteem aan boord. Deze Uniwagen kan automatisch worden geladen en geloosd. Het wordt gebruikt in vervoers- en infrastructuurcomplexen voor de werking van de industriële installaties in de infrastructuur van havens en mijnen en op de wegen in steden en voorsteden. Volgende model noemt Unibus U4-210. Dat is een voertuig met een standaard uitrusting en wordt gebruikt voor infrastructuurcomplexen voor gebruik op het stedelijke en voorstedelijke wegen. De totale capaciteit van het voertuig is 14 personen, inclusief 2 zitplaatsen. Hij wordt aangedreven door een tractiemotor ook en die wordt gevoerd door een containercircuit op het energieopslagsysteem aan boord. Op basis van dit voertuig zijn een aantal modificaties ontwikkeld en een single pod met een grotere capaciteit en een vergrotere cabine en samengestelde voertuigen op basis van een enkel voertuig met de mogelijkheid die zich toch een zogenaamde trein te vormen. Zoals jullie weten, dames en heren, dankzij de betrouwbaarheid en hoge prestaties, de ruime keuze aan het opties, maar ook een eenvoud van de lage materiaalverbruik, van de voertuigsinfrastructuur kunnen de verschillende modellen van onze gemeenschap dit universele oplossing worden voor een aantal vervoersproblemen zoals organiseren van het vervoer van de goederen en personen in afgelegde gebieden en regio's met moeilijke klimatologische omstandigheden. De aanleg van de Nieuwweg in de Verenigde Arabische Emiraten is een uitstekend
een voorbeeld daarvoor. En nu, beste vrienden, wil ik heel graag, heel kort, willen vertellen over verwezenlijkingen van ons bedrijf in verschillende delen van de wereld. Wij beginnen graag met Vietnam. En we zijn heel trots te kunnen meedelen dat de leden van de Raad van Bestuur van Skyway Technology, heer Vladimir Maslov en František Sola, zijn teruggekeerd van een zakenreis uit Vietnam, waar die vertegenwoordigers met vele Vietnamese bedrijven hebben ontmoet en de ontwikkeling van de Unisky String Technology in het land hebben besproken. De bestuurders hebben besprekingen gevoegd met de vertegenwoordigers van ThinkPad Company, die een plan zijn om een landingsbaan van 3 kilometer naar de stad Loi Am af te leggen. Als resultaat van de bijeenkomst werd die overeenkomst ondertekend tot oprichting van een joint venture company Viettransnet Ltd. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de toekomstige projecten in Vietnam en de verkrijging van de goedkeuringen voor investeringen activiteiten in de vervoerssector. Zodra de voorbereidingen van het voorwerp is voltooid, zal het project worden overgedragen naar Unisky String Technology voor de verdere werkzaamheden. Er werd een vergadering gehouden met de partners die een informatiecentrum hebben opgezet, dat deel uitmaakt van de Vietnamese Vereniging van de Creatieve Werkers. Die vereniging werkt nauw samen met de wetenschappelijke organisatie VUSTA, met steun van het ministerie van de Wetenschap en de Technologie. Dat betekent dat deze project nu het officiële kanaal beschikt voor de verspreiding van de informatie over de technologie van Unisky String Technology. Nu, beste partners, wil ik heel graag vrouw Olga Veronica voorstellen. Dat is heel actief lid van ons bedrijf in het partnerschapsprogramma. Zij heeft de laatste tijd ongelooflijk best gedaan in het project van Skyway Technology in de Dominicaanse Republiek onder de aandacht te brengen. Olga was de gast in de ochtendshow Musical Breakfast van TVO La Romana en het programma van de vrouwen van vandaag op het Delta Radio, waar ze uitlegde wat is Sky World Community is en hoe deze project kan ondersteund worden. Bovendien heeft onze vertegenwoordiger een ontmoeting gehad met de burgemeester van de provincie La Romana en de voorzitter van de Nationale Raad van Klimaatverandering in de Dominicaanse Republiek. Olga besprak met de politici en de vooruitzichtingen voor de uitvoering van de Skywall vervoer in het land. Zij organiseerde ook 3 offline presentaties in Santo Domingo, dat is een hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, en in totaal door de 90 mensen werden bezocht. Dit werd grotendeels bereikt via de publicaties in de media, televisieoptredens en de ontmoetingen met de politici. De versterking van onze positie in het Midden-Oosten is de belangrijkste tendans van dit jaar. Onze technologie wordt officieel gepresenteerd als een potentiële uitvoering van infrastructuurontwikkelingsplan van Dubai door de minister van Vervoer in het land goedgekeurd. Dit project omvat een stedelijke vervoerssysteem met een totale lengte van 15 kilometer met 21 stations die met onze technologie kan worden uitgevoerd. Ik wil er ook kort onderlijnen dat zijn hoogheid Sheikh Ben Mohammed Al-Qassimi, heel groot baas, lid van Federale de Hoge Gerechtshof, heeft het innovatiecentrum van Sharjah bezocht. En deze gebeurtenis is breed uitgezonden in de media van de Emiraten. Tijdens de vergadering werd die bijzondere aandacht besteed aan de spoorstructuur, verankeringen en de tussenpunten voor de bepaalde belastingen. En wordt uitgegaan dat tijdens hun normale werking kunnen die heel lang niet beschadigd worden. Wij voeren de regelmatige testritjes niet alleen die Ecotechnopark in Wit-Rusland, maar ook in Sharjah. En onze bovengrondse spoorstructuren zijn functieoverschrijdend. Dat betekent
dat ze kunnen gebruikt worden in de verschillende landen en onder verschillende klimatologische omstandigheden bij de temperaturen van min 50 tot plus 60. Als bijvoorbeeld ons vervoer is klein en licht, kunnen wij voorrang geven aan de veeg naar de, die beneden gaat. Verder heeft heer Oleg Zaretsky, dat is CEO-executive in de Emiraten, in de lokale radio-interview gezegd dat de kosten van de aanleg van de netwerken vergelijkbaar of zelfs goedkoper is met de aanleg van de nieuwe de autosnelweg. Op de lange termijn vraagt veel minder onderhoud. Op het ontwikkelingslocatie is een technologiepark is reeds een 400 meter lange straalbaan die hangende capsule in gebruik genomen. Nu wil ik, dames en heren, jullie aandacht besteden op het blokkering van het Suezkanaal. Die heeft ons een reeds lang bestaand probleem aan het licht gebracht. De logistieke operatoren die al lang klachten over de hoge kosten van de zeevervoer zijn ook overtuigd aan hun onbetrouwbaarheid. De sluiting van het Suezkanaal, zoals jullie al weten, dat ongeveer 30% van de wereldwijde containervervoer en 12% van wereldhandel vervoert, heeft geleid tot een verlies van ongeveer 10 miljard dollar per dag. En dat is de stijging van de olieprijzen met 6% gedurende bijna één week. Dat is duidelijk. Een eenvoudige uitbreidingsproject van het kanaal zal niet voldoende zijn. Daarom heeft ons ondernemen op deze gebied een alternatieve transportoplossing aangeboden. Zo zouden volgens de voorlopige schattingen de kosten van een 160 kilometer lang elektrisch transportsysteem van ons bedrijf alleen maar 10 miljoen dollar per kilometer kosten, uiteraard zonder rollend materiaal en laad- en losterminaals. Die zijn natuurlijk niet meegerekend. Maar in ieder geval, dat is 5 keer minder dan de kosten van het hele Suezkanaal zelf. Het complex zou kunnen afleveren met een gemiddelde snelheid van 80 km per uur. Dat is 6 keer sneller dan van een schip. De CEO-leider van ons bedrijf, vrouw Nadiezhda Kozireva, jullie mogen haar zien op het linkerhoekje, heeft het volgende verklaard. De situatie van het Suezkanaal heeft ons duidelijk gemaakt dat de logistiek van de wereldeconomie gediversifieerd moet worden. Graag dragen we onze versterking met onze innoverende transportoplossingen bij. Onze technologie is wereldwijd gecertificeerd en auteursrechtelijk beschermd in meer dan 180 landen. En dat is een fenomenale prestatie. Dames en heren, wij kunnen tegelijkertijd de mobiliteit in de steden en de toegankelijkheid van het vervoer verbeteren en verhogen. Laten wij even Parijs of Brussel als voorbeeld nemen. Die enkele reis tussen jullie huis en kantoor kan met de files, de dagelijkse files, dat het eigenlijk een ramp is, tot 2-3 uur duren. Maar met de behulp van onze vervoer is deze reistijd gemakkelijk met de helft kan verminderd worden. Voor het begin van dit jaar hebben we de heel grote toename van een modelgama's en rollend materiaal met verhoogd draagvermogen. De nieuwe unibussen worden verzameld als een trein van 2 met tot 10 cabines met een capaciteit van maximaal 50 personen. In totaal hebben wij, dames en heren, 12 verschillende modellen. Dames en heren, nu wil ik heel graag een klein samenvatting geven om ons webinar van vandaag langzaam af te ronden. Dat is natuurlijk een vraag. Waarom doen wij dat alles? En wat is eigenlijk onze filosofie in geheel? De antwoord is duidelijk. SkyWorld Community biedt een oplossing voor de ecologische, socio-economische problemen die samenhangen met inefficiëntie van het vervoer van onze tijden. Het is alomvattende oplossing voor de ontwikkeling van ontoegankelijke gebieden zoals bergen, jungles, bodem, zeebodem, taiga's, woestijn enzovoort. Dat is een oplossing
die biedt daarvoor dringende problemen van ons, van die mensheid, op het gebied van energievoorziening, het uitbreiding van het vervoerssysteem, milieuveiligheid, gezondheid, maar ook maar ontwikkeling van de nieuwe gebieden en duurzame staatsontwikkeling. Dames en heren, gegarandeerd wordt dit en volgend jaar zeker een overgangsperiode voor ons bedrijf. En als wij kijken naar de gebeurtenissen van afgelopen jaar, dan kunnen wij vaststellen dat voor ons allemaal dat is absoluut niet gemakkelijk is geweest. Want er vonden veel turbulente gebeurtenissen plaats. En lockdown, coronavirus en veel meer. Ik wil momenteel niet stoppen en alles noemen. Maar ondanks alle scepties hierover, ondanks alle beremmingen en belemmeringen, wij zijn met ons team en supporters overtuigd dat onze technologie in de nabije toekomst wereldwijd zal ingevoerd worden. Het is een vervoersoplossing voor de toekomstige generaties. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie de bronnen op het officiële website raadplegen. Jullie mogen dat zien op het scherm. Ik wens jullie alle beste om alle mogelijke moeilijkheden op het weg naar de toekomst te overwinnen. Wij rekenen op het succes en voorspoed van Skyworld Community met alle voordelen van onze planeet. En tot volgende zitting. Dank u vriendelijk.